De Antonicom Universiteit heeft vandaag een seminar gehouden met als titel Lepra, de rol van bodem en dieren in werkelijkheid en in de wonderlijke wereld van de patiënt. Tijdens het seminar gingen diverse wetenschappers in om de historische en actuele perspectieven van lepra. Er is vooral de nadruk gelegd op de periode 1945 tot en met 2017. In Suriname komen er steeds minder lepra-gevallen voor. Dit zei dermatoloog Karin Silpersat van het ministerie van Volksgezondheid. Hier hebben we de revolutie gehad. Eerst een dip, waarschijnlijk omdat mensen zich minder makkelijk rapporteerden. En daarna een piek, daarna kwamen ze wel weer. Hetzelfde geldt voor de Binnenlandse Oorlog. Eerst een dip en dan een piekje. En geleidelijk aan is het gedropt. Hier begonnen we wereldwijd een multiple therapie op te starten. Aanvankelijk gaf men één medicatie, één medicijn, en daarop op een gegeven moment begon de resistentie te ontwikkelen. Dus heeft men op een gegeven moment gezegd, nee, we moeten meerdere medicijnen geven. En we gaven mensen levenslang medicijnen. Dus dit was een hele stap om mensen terug te brengen naar 3 jaren. Toen heeft men daar onderzoek gedaan en ergens in 1997 heeft men gezegd, oké, 1 jaar is voldoende voor de meest uitgebreide vormen van lepra. India, Indonesië en Brazilië hebben wereldwijd de meeste lepra-patiënten. In Suriname lijden vooral de Afro-Afrikanen aan deze ziekte. Silpersat ziet echter een stijgende trend onder de Brazilianen in Suriname. In 2015 waren er 22 in Suriname, absoluut getal. 2016, 25 jaar, afgelopen jaar waren er 26. Dus geen significante stijging. Maar als de bevolking niet alert is, en ze melden zich niet mee of ze herkennen het niet, dan zegt het eigenlijk nog niet eens van de iets over de werkelijke hoeveelheid gevallen die we hebben. Hoe staan we op wereldniveau? Wij zitten tussen de 1 en 100 gevallen per 10.000 personen. Wij zitten ergens tussen de 4 en de 5 per 10.000 personen. Maar dat brengt ons hier. Brazilië is nog steeds nummer 1 in de India is nummer 1, Brazilië is nummer 2 en Indonesië is nummer 3. Karin Silpersat, dermatoloog van het ministerie van Volksgezondheid, vandaag tijdens het seminar over lepra, georganiseerd door de Antonicom Universiteit.